Mocht de PlayStation 5 controller niet helemaal doen wat je wilt en heb je bijvoorbeeld een klein beetje last van stick drift, draai dan eerst de PlayStation 5 controller om en daarachterop zie je een klein gaatje. Daar kan je inprikken met een tandenstoker of zo en daarmee reset je de controller. Weer aansluiten met de kabel op je console en met een beetje mazzel kan je gewoon weer lekker verder gamen zonder stick drift of andere gekke dingen. Dus voordat je naar een winkel rent om een nieuwe te halen, kun je altijd eerst dat proberen. Dit werkt overigens ook voor je PlayStation 4 controller en er zijn meerdere manieren om stick drift uit je controller te krijgen. En wil je weten hoe? Volg dan dit kanaal, want ik maak er sowieso meer video's over.